De Nationale Assemblee heeft afgelopen donderdag met algemene 34 stemmen de wet ter beschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs aangenomen. Volgens het parlement hebben de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het college ertoe gedreven wetgeving aan te nemen, zodat de overheid zowel begeleidend als regulerend kan optreden. Het wetsontwerp heeft dan ook als doel regels vast te stellen over het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door intermediairs of uitzendbureaus met de standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misikaba, die zei voorafgaand aan de stemming dat delen van het veld het een probleem vinden dat het woord uitbuiting wordt gebruikt wanneer het gaat om uitzendkrachten. Maar voorzitter, ik ga geen ander woord gebruiken, omdat je natuurlijk bona fide intermediairs hebt die gewoon rustig hun werk doen en zoveel als mogelijk rekening houden met de arbeidswetgeving. Maar voorzitter, de minister heeft ons hier verteld dat van de, 192 in aantal, dat slechts 66 duidelijk de naam uitzendbureau hebben in de naam, maar dat er ook uitzendbureaus zijn met allerlei exotische namen, voorzitter. Wat dus betekent dat wij en de mensen die het veld een beetje kennen in Suriname, dat vind ik, laten we geen verstoppertjes spelen, er zijn malafide uitzendbureaus, voorzitter. En voor die zeggen wij dat zij inderdaad de mensen uitbuiten en wij willen met deze wet ervoor zorgen dat de werkers, voorzitter, beschermd worden. Maar we zeggen ook, en we verschillen duidelijk van mening met sommige mensen, die vinden dat uitzendbureaus of intermediairs, dat zij werk creëren. Wij zijn niet eens daarmee. Wij vinden dat het werk en de werkplaatsen worden gecreëerd daar in de industrieën, in de bedrijven, in de fabrieken, in de dienstverlenende bedrijven, noemt u maar op, voorzitter. En dat de intermediair inderdaad als een bemiddelaar optreedt, maar dat tegelijkertijd brengt met zich mee dat hij een stukje van die koek die zou moeten komen, ook bij de arbeider, dat wordt weggesnoept door hun. Commissievoorzitter André Misikaba. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid hield het parlement voor dat zijn ministerie de aanpassingen die door de leden zijn voorgesteld heeft meegenomen in het wetsontwerp. De bewindsman gaf aan dat het ministerie na aanname van de wet ervoor zal zorgen dat die fysiek en materieel wordt gehandhaafd. Want dat is een zorgpunt ook van het ministerie van Arbeid. Er is ook gevraagd naar de loonverhoudingsnorm. En daarvoor hebben wij voorbereid als antwoord op die vraag van de vorige keer, maar die vanavond ook weer opnieuw is gesteld. De incorporatie van het fundamentele beginsel van gelijk loon naar gelijkwaardig werk is een van de meest relevante bepalingen in deze wet. Het nationaal geweten moet ervoor zorgen dat dit beginsel, welke om te beginnen zijn oorsprong vindt in onze grondwet, artikel 28a, in deze en alle toepasselijke wetten wordt verankerd. Aldus Suwarto Mustaja, minister van Arbeid, afgelopen donderdag tijdens zijn betoog bij behandeling van de wet ter beschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs. Deze wet is met 34 algemene stemmen aangenomen.